Door de darmkanker moet vaak een stuk darm weggehaald worden. Soms krijg je dan een stoma. Een stoma is een kunstmatige uitgang via de buikwand voor de ontlasting. Of je een stoma krijgt, bespreek je met de physician assistant en chirurg. Daarna kom je bij de stoma verpleegkundige. Bij de eerste afspraak maak je kennis met haar. De stoma verpleegkundige begeleidt jou en je familie. Zij vertelt over het leven met een stoma... En over de gevolgen voor jouw werk, voedingspatroon, sporten en bewegen en intimiteit en seksualiteit. Ze laten verschillende stoma-materialen zien. Ook kun je deze voelen en dragen. Een belangrijke voorbereiding op de operatie is de plaats van waar jouw stoma komt te zitten op je buik. Je moet de stoma goed kunnen zien, zodat je deze zelf kunt verzorgen. Vlak voor de operatie kijk je samen met de stoma-verpleegkundige naar jouw buik en zoek je een goede plaats voor de stoma. Dat doen we liggend, zittend en staand. Belangrijk daarbij zijn de huidplooien en hoe je jouw kleding draagt. Ook oefent de stoma-verpleegkundige samen met jou de verzorging van de stoma. Je bent zo na de operatie goed voorbereid op wat komen gaat.